Goedemiddag, vrienden van de duurzame energie. Uh, ik was er graag bij geweest bij jullie fysiek uh, om op dat mooie symposium afscheid te nemen van Teun Bokhoven. Maar ik spreek jullie nu via dit scherm toe over 2040, want daarover gaat jullie symposium. Een belangrijk jaar, want in de Europese Commissie zijn wij nu al in het kader van de Europese Klimaatwet bezig om te bekijken wat het doel voor 2040 zou moeten zijn. Ergens tussen. 55% CO2-reductie in 2030 en geheel klimaatneutraal in 2050. Dat decennium tussen 2030 en 2040 zal het decennium moeten zijn waarin de, we de versnelling die nu wordt ingezet doorzetten. Met vereende krachten. En die versnelling die we nu inzetten is enorm. Onder, in de, onder invloed van Fit for 55, het klimaatpakket, waar we al vanaf 2019 mee begonnen zijn. Maar nu natuurlijk nog eens extra. Vanwege de nieuwe omstandigheden, die vreselijke invasie van Rusland in Oekraïne. Waardoor we als Europa wakker zijn geschrokken uit drie decennia slaapwandeling in overafhankelijkheid van fossiele brandstoffen van die ene leverancier, Rusland. En daar willen we nu vanaf. En dat betekent een enorme versnelling van datgene wat al heel snel had moeten gaan. Om een, het uit te drukken in getallen. Bovenop de ambitie die we hadden in Fit for 55. Willen we 5% extra duurzame energie realiseren tot 2030. Als je dat in zonnepanelen uitdrukt, is dat extra 2000 vierkante kilometer aan zonnepanelen in Europa in de komende acht jaar. En wat betreft energiebesparing, eigenlijk de belangrijkste bijdrage aan energieonafhankelijkheid van Rusland. Extra 4%. Dat klinkt als. Nou, oké okay is. Die 4% is het equivalent van het energiegebruik van Oostenrijk. Dus in de komende acht jaar, bovenop wat we al aan energie wilden besparen, zullen we een Oostenrijk extra aan energie moeten gaan besparen. En dat is de versnelling van nu met de huidige technologieën. De versnelling die daarna moet worden doorgezet, tussen 2030 en 2040, zal gebruik moeten maken van nieuwe technologieën die we nu nog maar in de kinderschoenen zien. Ik noem er twee. Waterstof, dat is de energiedrager. En ook de grondstof van de komende decennia. En eigenlijk is het, staat die nu nog in de kinderschoenen, is de ontwikkeling nog maar net begonnen. We hebben in Repower EU, dat plan om te versnellen, een ambitie neergelegd om 20 miljoen ton waterstof in 2030 in de Europese economie te verwerken, te produceren, te importeren ook, te transporteren en te gebruiken. En dat is nog maar het begin. De infrastructuur die daarvoor nodig is, de industrieën die die waterstof zullen moeten gebruiken. Het moet allemaal worden aangelegd en volledig worden omgebouwd. Dat decennium tussen 2030 en 2040 wordt cruciaal voor die toekomst. En de andere ontwikkeling, slimme wijken. De gebouwde omgeving zal er anders uit moeten gaan zien om ervoor te zorgen dat we al die duurzame energie niet alleen lomp gebruiken in de gebouwde omgeving, op onze huizen, in onze huizen, voor onze deur, via de auto. Maar veel slimmer integreren. We zullen wijken moeten gaan creëren waar geen elektron meer in of uit hoeft. Zonnepanelen op het dak, warmtepompen in huis en de auto voor de deur kunnen geheel integraal de energievoorziening van een wijk voorzien. Als we dan in staat zijn om de apparatuur slim af te stellen, stroom te leveren aan elkaar, aan de buren of aan de buren van de buren, via jouw auto of via hun auto, via jouw zonnepanelen of via hun zonnepanelen. Niet allemaal tegelijk de warmtepompen aan. Die technologie. Daar beginnen we nu net naar te kijken. En die zal in dat decennium tot grote wasdom moeten komen, willen we uiteindelijk de doelen kunnen halen. En hoe zit, zit Nederland daar dan in? Nederland is lang het slechtste jongetje van de klas geweest. En eigenlijk, als je kijkt naar de cijfers, is dat nog steeds zo. Maar als je kijkt naar de groei en de ontwikkelingen die nu plaatsvinden, dan doet Nederland het eigenlijk heel erg goed. Nederland is de snelste groeier op een aantal innovatieve technologieën, op een aantal duurzame energiegebieden. Offshore wind, zonne-energie. Nederland staat daar in de voorhoede als het gaat om de groei. Als jullie dat weten vast te houden, dan is die plek van slechtste jongetje van de klas snel verlaten. En dat brengt me ook bij de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Want dat succes heeft uiteraard, zoals al dat succes, vele vaders. Maar eentje daarvan, dat zijn jullie. Die Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Die vanaf de pioniersfase, gestaag, in het begin tegen de klippen op. Later, met steeds meer rugwind, heeft bijgedragen aan de situatie waarin we nu zitten. Nederland als een van de snelle groeiers op het gebied van duurzame technologie en energie. En dat is een compliment waard. En dat compliment gaat natuurlijk dan vooral naar de initiatiefnemer en de jarenlange voorzitter van de NVDE, Teun Mokhoven. Hij neemt vandaag afscheid. Ik ken geen grotere rots in de branding. Maar wel een rots met humor. En eigenlijk ook een hele zachtaardige rots. Voor wie Teun van Bokhoven een beetje kent. Teun, jij was in de tijd dat ik dat, uh, die tafel, gebouwde omgeving, de klimaattafel, mocht voorzitten. letterlijk en figuurlijk mijn rots in de branding. Want hè, we zijn nu toch onder ons en het is nu twee jaar later. Ik mag het nu wel toegeven. Ik was in naam wel de voorzitter. Maar jij deed veruit het meeste werk. Toen al. Dus de functie die je nu bekleedt. als ik geloof dat het nu het uitvoeringsoverleg heet. maar het is natuurlijk ongeveer hetzelfde. Die is je op het lijf geschreven. En daarmee kun je gewoon doorgaan met datgene waar jij eigenlijk al, in ieder geval mijn gehele volwassen leven. en waarschijnlijk ook jouw gehele volwassen leven mee bezig bent: bijdragen aan een duurzame toekomst. Als rots in de branding. als strategische denker. als noeste werker. Ik ken niet zoveel mensen die zo hard, zo gestaag en zo lang door kunnen werken. aan datzelfde onderwerp, ook als het tegenzit. Je hebt je sporen verdiend. En ik wens je ongelooflijk veel succes in die nieuwe sporen, die nog steeds gaan over datzelfde mooie onderwerp: een duurzame toekomst. Veel plezier vandaag en ik wens jullie veel succes.